lukken. En toen kwam er een belletje uit Spanje? Nee, toen kwam er een belletje van mijn zaakwaarnemer over Chelsea. Ik wist dat ze dus kwamen kijken naar een aantal wedstrijden. En dan was het altijd hopen dat ik speelde, want ik zat op de bank. Maar ja, dan liet ik gewoon zien wat ik kon in de minuten die ik kreeg. Ja, want Chelsea wilde je graag hebben, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege de transferban, hè? Ja, klopt. Zij kwamen ongeveer in mei en we moesten wachten op de uitslag van het, CAS. Ja. Tot augustus, toen dus ze wisten dat we lang moesten wachten. Uiteindelijk kon het niet. Dan maar Barcelona. It's a red seat.
altijd hopen dat ik speelde, want ik zat op de bank. Maar ja, dan liet ik gewoon zien wat ik kon in de minuten die ik kreeg. Ja, want Chelsea wilde je graag hebben, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege de transferban, hè? Ja, klopt. Zij kwamen ongeveer in mei en we moesten wachten op de uitslag van het, CAS. Ja. Tot augustus, toen dus we wisten dat we lang moesten wachten. Uiteindelijk kon het niet. Dan maar Barcelona.